Goedemorgen, welkom. Wij, jouw bedrijf heet Young Up en dat is een sociale onderneming met een maatschappelijke missie. Ja. Kun je mij vertellen, wat doet Young Up en wat is jullie missie? Oké, zeker. Onze missie is vooral om eigenlijk de zelfregie van jongeren en jongvolwassenen op de arbeidsmarkt te versterken. Wat inhoudt dat we ze eigenlijk helpen bij het vinden en het houden van een baan die bij ze past. Een stukje jobcoaching, maar ook zeker contact houden als ze uitgestroomd zijn naar werk. Dat doen we op twee manieren. Dus eerst is een stukje jobcoaching. Dat is het maatschappelijke element dat vooral tot stand komt op basis van prestatiefinanciering, dus fondsen en subsidies. En sinds vorig jaar zijn wij begonnen met een stukje arbeidsmarktbemiddeling, of talentbemiddeling. En wat inhoudt dat wij dus ook werkgevers helpen om in contact te komen met jongeren en jongvolwassenen die op zoek zijn naar een baan. Dus ja, zeg maar, het recruitmentbureau hebben wij erbij opgebouwd. Die is nog startende, maar dat is wat we sinds een jaartje nu. Ja. En hoe is het nu? Wat voor effect heeft deze crisis op Young Up? Dat is wel lastig, omdat we zijn nog een beetje een vreemde eend in de wijd natuurlijk. Wij hebben in 2017 besloten dat wij eigenlijk onze afhankelijkheid van fondsen en subsidies dus echt drastisch wilden verlagen. Dat doet ons tegen in onze groei. Vooral die afhankelijkheid van wat zijn de grillen van een gemeente, wat zeggen fondsen, wat ze voor je kunnen doen. Dat bepaalde eigenlijk heel veel van wat wij per jaar deden en wilden we vanaf. Ja, dus dat is ook de reden dat we zijn begonnen met het arbeidsmarktbemiddeling, dat we onze eigen boterham konden verdienen. Ja. Dat valt nu een beetje stil, dus dat vind ik lastig. Het is heel onduidelijk voor werkgevers wat zij kunnen doen. Als ik bijvoorbeeld kijk naar de logistiek, ja, dan kunnen we echt nog wel mensen plaatsen. Maar we hebben ook kandidaten die in april zouden beginnen. Ja, en die zijn gewoon in de wacht gezet, omdat ze de werkgevers niet weten hoe het eruit komt te zien. Of dat ze dicht moesten, hè, zoals bijvoorbeeld een zwembad, waar we zwemmen bezochten. En als ik dan kijk naar het jobcoachingsgedeelte, dan is het ook lastig, omdat je daar natuurlijk mensen naar werk probeert uit te laten stromen. Ja. Maar je moet mensen wel nog actiever houden dan normaal. Hè? Iedereen krijgt toch zijn klappen, zit thuis, praat zich af of zin even om te solliciteren. Dus dat vraagt net iets meer coaching, activatie. Maar tegelijkertijd doe je dat wel op een grotere afstand. En dat vind ik nog wel een lastig werkgebied. Want, En ik kan me ook voorstellen dat de mensen misschien nu wat minder gemotiveerd zijn. Van ja, het is allemaal zo onzeker. Ja, het stukje motivatie, activatie, inspiratie, daar zit het een beetje tegenaan. Hè? Als je iemand belt en een ondernemer, laten we zeggen, een klein restaurant hebben gehad nu, en jij wil de horeca werken, je hebt gesolliciteerd en je krijgt geen reactie. Ja, aan de ene kant kan je dat heel goed voorstellen, want diegene heeft toch wel iets andere dingen aan zijn hoofd op dit moment. Ja. Weet ook niet waar hij aan toe is. En moet je iemand dan stimuleren om dat ook even na te gaan bellen? Nou, wij zeggen van wel, hè, want je wil weten waar je aan toe bent. Maar het afstand, dat maakt het soms wel wat lastiger. Om ook die jobcoaching vorm te geven. En het is ook de vraag, hè, wanneer stopt het? Maar ook, hoe ziet die wereld er dan uit? Want uitstroom was met name het afgelopen jaar schoot dat omhoog. Hè, omdat er was gewoon veel meer werk. Dus mensen hadden ook meer perspectief. Dus we konden ons net wat meer focussen op, hè, hoe blijf je aan het werk? Maar ja, straks als er een hele nieuwe crisis ontstaat, ja, dan schieten ook die banen weer terug. Gaan mensen weer uit hun baan ook. En is er dan een grotere behoefte aan jobcoaching. En wij wilden daar juist een beetje van af. Ja. Prestatiefinanciering. Dus kunnen we dat nog steeds te bieden en hoe gaan we dat doen? Dat zijn wel vraagstukken die ons bezighouden. Ja, ja, en waar jullie nu ook toch geen idee hebben van hoe dat zich gaat ontwikkelen. Dat is voor jullie. Nee, en we proberen het wel vooral te ontdekken. Dus we werken wel veel vanuit huis. Vandaag zit ik dan toevallig op kantoor, daar roleren we een beetje in. Maar we bellen nog steeds naar bedrijven. We proberen nieuwe klanten gewoon te benaderen. Dus we gaan niet stilzitten. En je hoort soms hoor je niks. Soms nemen ze de telefoon niet op, maar dat wil niet zeggen dat je moet ophouden. Want op die manier ontdek je ook echt wat er aan de hand is. En ja, wij kunnen niet afhankelijk zijn van wat een overheid de hele tijd vertelt. Je wil het in de praktijk ontdekken. Je klanten vertellen je vaak wat er speelt bij hun. En dat willen we eigenlijk zoveel mogelijk ontdekken. Dat blijft ook. Ja. Dwight, jij bent natuurlijk met Young Up, ben je ondernemer. Maar jullie hebben een wat ander verdienmodel, toch? Ja. Jullie krijgen je financiering vanuit subsidies, vanuit fondsen. En ik neem aan dat dat nu een voordeel is. Ja, dat is enerzijds een voordeel, ja. Het is wel grappig, het is tegenstrijdig, want we wilden er heel graag vanaf. En nu is het een voordeel dat we eigenlijk ons jaar al voor gefinancierd hebben. En dat wij dus eigenlijk het uitzicht hebben om gewoon onze mensen voor een groot deel in ieder geval in dienst te kunnen houden en onze uren te kunnen blijven maken. Tegelijkertijd is het ook een probleem, want het geld dat gaat ook bij ons gewoon op. En de resultaten
die zullen waarschijnlijk, als ik het een beetje goed inzie, langer duren voordat ze tot stand komen. Dus wij zullen misschien meer tijd nodig hebben straks om hetzelfde resultaat te halen dan we voorheen nodig hadden. En dat gaat wel op een gegeven moment, ik hoorde net het voorbeeld hè, van een accountantskantoor die dat 8 maanden voorhoudt, dat elke ondernemer zijn eigen situatie erin, daar hebben wij ook onze eigen situatie in. Dus we zijn niet geheel vrij van problemen, maar we hebben wel het geluk hè, dat wij al wat in kas hebben gehad, juist, of in kas hebben, omdat wij op basis van prestatiefinanciering deden. Maar we moeten wel presteren nog. Ja, en voor jullie is het natuurlijk ook onzeker, omdat jullie klanten zijn de mensen die jullie aan banen helpen. Ja. Dat zijn banen in loondienst. Ja. En het is natuurlijk afwachten hoe de economie zich gaat herstellen na deze crisis. Even op het ondernemersstuk terug te komen, Dwight. Wat ondernemen jullie, hè, wat kun je met Young Up zelf nog als ondernemer nu doen om zo goed mogelijk door deze crisis te komen? Nou ja, ik sluit me daarbij graag op wat Thomas net zei. Hè. We proberen eigenlijk zoveel mogelijk kansen te maken van onze uitdagingen. Ook wij hebben echt al heel lang plannen voor een online programma. Het is eigenlijk een soort plan B. Hè. Wij krijgen onze jobcoaches gefinancierd op basis van fondsen en subsidies. Wij wilden overstappen naar arbeidsbemiddeling. En als wij straks dat doen, hè, wat gebeurt er dan met onze jobcoaching? Dus dat wilden wij gaan digitaliseren of online gaan plaatsen. Alleen als je met 100 jongeren per jaar werkt en ook nog eens bedrijven constant bellen bent, dan is het nogal lastig om ook nog eens een online jobcoachprogramma te maken. En dat is er nu wel. Die tijd is er nu wel. Daar zijn we ook volop mee bezig. En ongeacht wat er straks gebeurt, hè, stel dat wij het niet redden, stel dat we het wel redden, dan hebben we iets wat we kunnen nalaten of in ieder geval in leven kunnen houden. En dat is een online programma over hoe je dus hè, een baan vindt die bij je past. Dus dat is voor ons een kans als maatschappelijk ondernemer, want onze impact staat ook centraal. Niet alleen hoe we geld kunnen blijven binnenhalen, maar hier al bezig te houden en kansen proberen te verzilveren. Ja, en zo proberen we elke week wel iets nieuws te bedenken. Vandaag gaat er een blog online over hoe je positief kan blijven. Gewoon kijken van wat speelt er, wat kunnen we daarmee? Want ja, iemand zei het ook mooi, ondernemers niet alleen in slechte, in goede tijden dingen doen. Dat is vooral ook als het moeilijk is, kansrijk blijven en kansen blijven zien. Ja. Ik vind toch ook wel, je noemt net even hè, van positief blijven, de moed erin houden. Want ik bedoel dat, ik hoor dat bij ondernemers wordt daar weinig over gepraat, merk ik. Van hoe dat dan persoonlijk is. Want het is natuurlijk best wel heftig voor mensen die hun hele inkomsten, hun hele omzet zien verdampen. Ja. Hoe staan jullie daarin? Hoe is dat voor jou bijvoorbeeld persoonlijk? Voor mij is het wisselend. Ik kan me voorstellen inderdaad, hè, als je, officieel ben ik ook zelfstandig. Hè. We hebben een stichting, die is niet van mij, hè, daar zit ik in het bestuur. Ja. Ik voer daar wat werkzaamheden voor uit. Ik ben betrokken bij een aantal ondernemers, ook eentje die geen evenementen kan draaien dit jaar. Dus die hebben ook inkomstenverlies. Dus ik krijg eigenlijk aan verschillende hoeken, heb ik wel iets te maken met een regeling, ja of nee. En of je daar gebruik van maakt, is aan jezelf. En ik kan me voorstellen, als je volledig inkomsten wegvallen, dat brengt wel een ander type energie met zich mee. Hè? Dan kan ik me voorstellen dat het niet makkelijk is om ook in kansen te blijven denken. Tegelijkertijd denk ik altijd, wat is het alternatief? Hè? Stilzitten. Volgens mij is dat nooit een optie, want dat is alleen maar meer achteruitgang. En ook ik merk echt wel hè, van oké, vanuit de stichting straks gaat het ook minder worden. Ook mijn opdrachten als zelfstandige zijn weggevallen. Ik geef geen trainingen meer, ik geef geen cursussen meer. En wat ik al zeg, de sportevenementen die wij 4, 5 keer per jaar deden, die zijn ook helemaal stilgevallen. Dus het heeft zeker wel impact op me. En ik merkte vooral in de eerste week dat ik het lastig had. Hè. Heel veel nieuws kijken. Zodra er een persconferentie online ging, zat ik er bijna een half uur voor te klaar. Ja. Ik eigenlijk nooit iemand was die nieuws keek. Ik volgde wel de ontwikkeling, hè, vooral via mobiel. Maar ik was vooral bezig met kennis opdoen, boeken lezen. Veel met op een andere manier met informatie bezig zijn. Ja. Is dat echt compleet veranderd. Ik denk dat ik geen enkel boek gelezen heb. Ik denk dat ik heel erg thuis ben gaan zitten. Ik had me niet meer te irriteren aan dat het zo druk thuis was. En op een gegeven moment zag ik wel bij mezelf van ja, dit houdt mij alleen maar tegen. Want ik heb eigenlijk in die hele week geen nuttige dag gehad. En dat was voor mij echt een soort kantelpunt van oké, ik moet dat om gaan zetten. Want als ik dit blijf doen, kan ik net zo goed over een maand al de stekker eruit trekken. Daar ga ik alleen maar meer pijn van krijgen. Dus en dat heeft mij heel erg geholpen om te zien van het is net iets te negatief nu. Ik kijk ook veel minder nieuws. Volg het wel, het is natuurlijk wel belangrijk om te weten wat er gebeurt.
Maar ik zit niet de hele dag op nu.nl. RTL Nieuws staat niet de hele dag aan. Ik volg wel het economische nieuws. Dat vind ik belangrijk om te kijken wat er in branches gebeurt. Ja. Maar even opnemen van wat er allemaal in die wereld gebeurt. Even wat dichter bij mezelf gaan staan, wat ik ermee wil doen. En ja, vooral kansen blijven zitten. En dan kan ik in ieder geval mezelf nooit kwalijk nemen als het mislukt is dat ik er alles aan gedaan heb. Dus wat je zegt, Bart, is wat ik denk dat velen zullen herkennen, dat je in eerste instantie ben je toch wel even uit het lood geslagen en hang je heel de dag aan je apps en zit je op het computerscherm naar het laatste nieuws te kijken. Ja, op een gegeven moment merk je, daar word je niet echt blijer van en ook niet productiever van. En wat jij zegt is, ik vond het wel mooi, je zei net van, ja, wat is het alternatief, hè? Je kan beter kijken wat je kansen zijn, wat je mogelijkheden zijn. En als je nu niet direct iets kan doen, ga dan werken aan plannen die je al had, of ontwikkel Perfect. plannen. Ja, Er is zeker. nu tijd voor om dingen te ontwikkelen. En misschien wil je wel weet ik veel, een boek schrijven of nou ja, whatever. Daar heb je nu de tijd voor om dat te doen. Ja, er is iemand, ik las ik, op Instagram zie je natuurlijk heel veel over quotes en dat soort dingen voorbij komen. Eentje die mij laatst pakt is al van, als je al heel lang de intentie hebt om een nieuwe vaardigheid te leren, een nieuw bedrijf te starten of iets nieuws op te gaan pakken en je komt uit deze crisis zonder dat je dat gedaan hebt, dan ligt het niet aan dat je geen tijd had, dan ligt het gewoon dat je er waarschijnlijk niet de motivatie of de trigger voor weet te vinden. Ja. Grote kans van dit tijdperk, of je nou meer tijd over hebt of wat het ook voor jou mag zijn, er is altijd denk ik iets wat je ervan kan maken. En wat mij in ieder geval ook helpt, is om het positieve ervan te blijven zien. Volgens mij, we hebben het daar heel kort over gehad. Hè. Ik heb meer tijd met mijn gezin. Ik eet gezonder, hè, omdat ik niet ziek wil worden. Ja, mooi. Eetpatroon. Ik heb veel ruzie met mijn vriendin. Ja. Ongelooflijk veel ruzie zelfs. Maar dat brengt ons op een of andere manier toch dichter bij elkaar, omdat we eruit komen. Ja. Ik heb een lijst gemaakt de laatste tijd dat ik achtergrondmuziek nodig heb. Ja. Er zijn altijd voordelen. Weet je, een beetje Cruyffiaans, hè? Elk nadeel is een voordeel. Dat zit er echt aan vast. En daar moet je een beetje voor jezelf op zoek naar gaan. Als je dat doet, dan biedt dat mij in ieder geval een basis om vervolgens ook naar te kijken. Dus een positieve mindset is denk ik. Ja, duidelijk. Dwight, als laatste, tenminste, mijn vraag aan jou. Heb jij nog tips, tricks voor ondernemers? Ja, ik denk dat de grootste vooral zit in hetgeen wat ik natuurlijk als rode lijn een beetje terug heb laten zien. Hè. Ja. Komen. Ik weet wat mij bijvoorbeeld elke dag helpt, in ieder geval, is om te beginnen door gewoon te blijven lezen. Hè. Kennis op blijven doen. Niet per se corona-dingetjes, maar gewoon hè. Bestel een leuk managementboek. Een boek wat je interessant vindt van jezelf. Dat haalt je al gelijk uit die ochtendroes om het nieuws te starten, om apps te willen bekijken. Dat helpt mij. En als lezen niet je ding is, zijn er ook ontzettend veel YouTube-video's die je zou kunnen bekijken van 10 minuten. Die je echt wel kunnen empoweren. Ja, en probeer echt wel een dagritme te vinden. Ik ga 2 dagen in de week naar kantoor. Ja, deed ik eerst ook niet. Bleef gewoon thuis zitten. Dan ging ik pannenkoeken maken 's morgens. Ja. Superleuk allemaal. Maar uiteindelijk gaat het ten koste van mijn productiviteit. Dus probeer gewoon een vast patroon te creëren. Zoals je dat eigenlijk altijd al gedaan hebt. En dat. Je hoeft het niet elke dag, maar dat creëert al 2 dagen. En dat geeft je al een trigger van, oké, weet je wat, dit is me al gelukt. Ja. En dan de andere dagen zit er vooral een uitdaging aan vast om dat te blijven doen. Ja. Ja, mijn werk, veel sporten. Veel sporten, 's morgens sporten, 's avonds sporten. Geeft ook een positieve impuls aan je hersenen. Ja. Dat helpt mij in ieder geval om deze tijden veel positiever te zijn en doorheen te Voor komen. te komen. Ja, oké. Dan gaan we naar Nian. Nian, wat zijn de vragen voor Dwight? Yes. Ja, top. Ja, ik heb 2 hele goede vragen binnengekregen. Ten eerste omdat nu ook heel veel online gebeurt en ook omdat je natuurlijk ondernemer bent, van hoe onderscheid je nu dan ook online? Want eigenlijk wordt heel veel nu online aangeboden qua diensten. Ja, eigenlijk bijna alles nu natuurlijk. Maar hoe zorg je ervoor dat je dan alsnog daarin uniek blijft of origineel? Fijn, kun je daar wat over zeggen? Ja, online is altijd een spannend verhaal, hè, omdat het voor ons iets is waar we ooit mee begonnen zijn en we zijn eigenlijk heel veel gaan testen. Dat is ook hetgene waarin wij zoeken. Wij maken bijvoorbeeld wel eens interviews met professionals en dat start bijvoorbeeld met een grap of een blooper moment. Dat werkte voor ons in het begin gelijk goed, omdat we de aandacht pakten. Deden we daarvoor anders, maar door juist veel te testen.
Ontdek je wat goed voor jou werkt. Er zijn heel veel, wat je zei, heel veel aanbieders op dit moment. Iedereen zit online op Instagram, op Facebook, noem het maar op. Voor ons werkt het adverteren ook goed, omdat je daardoor echt kan targeten op wie je doelgroep is en ontdekken ook of die doelgroep goed converteert. Maar het komt bij ons echt veel neer op testen, testen, testen en nog eens testen. Weet je, je kan wel een heel plan gaan maken en zeggen van oké, dit denken we dat gaat werken. Dan steek je de tijd en geld in en dan werkt het niet. Maar starten heel klein, hè, bijvoorbeeld met 10 euro advertentie en een hele korte video. Dat gaan we, laten we 3 keer lopen, kijken wat werkt. Volgende reposten we en dan zien we inderdaad dat die het goed doet. En daar steken we dan meer geld en meer tijd in. Dus je weet nooit van tevoren wat het goed doet. Helemaal niet nu het aanbod zo toegenomen is. En dat weten wij ook niet. Wat wij eerst posten, levert dat dezelfde conversie op als eerst? Dat weten we niet. Dus dat gaan we vooral testen en ontdekken. Ja. Oké. Okay. Jan, je hebt nog een vraag. Ja. Ja, ook in die zin. Hoe zorg je er natuurlijk voor dat je ook gemotiveerd blijft in deze tijd? Want je krijgt voor bijvoorbeeld opdrachtgevers veel mee te horen. Jij gaf ook aan van, ja, je moet toch kansen blijven zien ook. En ja, kansen benutten waar dat kan. Maar hoe zorg je er eigenlijk voor dat je in die zin ook gemotiveerd blijft? Ja, gemotiveerd denk ik dat het toch een beetje terugkomt op wat ik net vertelde. Hè? En omdat niet in herhaling wil zijn, ga ik dat ook niet zeggen. Ik wil het wel interessant wat zeggen over het nee horen. Dat is ook een onderdeel van een verkoop, leren verkopen. Hè? Je krijgt nee nu eenmaal te horen. Sterker nog, je krijgt veel meer nee te horen dan je ja te horen krijgt. En wat ik altijd in een training dan zeg, is het heeft niks met jou te maken. Hè? Je weet ook niet wat de situatie is van je ondernemer. Hij wijst jou niet persoonlijk af. Dus neem dat als eerste mee, zodat je ook niet in die negativiteit van afwijzing blijft hangen als eerste. En als tweede is, een nee is ook altijd een ontwikkelpuntje, zeg ik. Want waarom wijst iemand je af? En als iemand je constant afwijst vanwege de coronacrisis, ja, dan is dat natuurlijk heel lastig. Dan zou je ook dus kunnen gaan kijken als resultaat, heeft het wel zin om te blijven bellen op deze manier en met deze opdracht? Of moet ik in andere kansen gaan denken? En komt er een ander antwoord op die nee uit, dan kan je dus bijsturen, bijvoorbeeld op je gespreksvoering of op andere kansen die er zijn om te verzilveren. Dus ja, positief zijn is voor mij altijd ontwikkelgericht blijven ook vooral. Ja. Dwight, jij zou natuurlijk, hè, oorspronkelijk hadden we een statuscafé Rotterdam locatie-event gehad. En daar zou jij een workshop geven en die heette Ontwikkelen door Doen. En ik denk dat wat jij nu zegt, dat ook een heel belangrijk onderdeel van jouw filosofie is. Namelijk blijven doen, blijven testen, blijf terugkoppelen. En zo word je steeds wijzer en kom je steeds dichter bij wat je wilt bereiken. En namelijk dat jouw, denk ik voor veel ondernemers, dat jouw doelgroep jouw product of dienst afneemt. En als ik jou zo hoor, is heel belangrijk wat jij net ook zei, van neem het niet persoonlijk. Want er gaan natuurlijk nu ook een hoop dingen mis, of er lukken een hoop dingen niet. Je zult waarschijnlijk ook regelmatig nee horen. En wat jij zegt, vind ik ook wel belangrijk om te herhalen van, neem het niet persoonlijk. Het gaat niet persoonlijk over jou. Het is 9 van de 10 keer heeft het hele andere oorzaken. Ja, en dat is ook wij noemen het altijd ontwikkeling door doen. Hè? Dat is ook het motto van de stichting. Dat is iets waar ik zelf altijd sinds jongs af aan in geloofd heb. Ja. Het gaat niet om het resultaat per se. Al is het resultaat wel belangrijk, ook natuurlijk als je verkoopt of onderneemt. Ja. Maar het gaat ook vooral om het proces ernaartoe. Hè? Dus welke stappen ben je aan het zetten? Waar kan je aanpassingen maken? En hoe kan je steeds dichterbij dat doel komen wat je zo graag voor ogen hebt? En ja, en dan helpt het ook wel om te gaan met die nee. Want waar komt die nee nou vandaan? Nee, ligt dat aan je verkooptechnieken? En als iemand een keer tegen je daadwerkelijk zegt, ja, ik mag jou niet. Ja, dan weet je het zeker. Weet je, maar niet aannames gaan. Je moet je valideren of je moet ze ontkrachten. Simpel. En als je dat met een ontwikkelgerichte mindset doet, altijd op zoek bent naar verbeteringen. Maar ook, weet je, als je een ja krijgt, waar komt die ja vandaan? En als je een nee krijgt, hoe is dat gebeurd? Ja. Dus ja, wat een oorzaak. Als je die oorzaak weet te vinden en daar vervolgens op inspeelt, dan bestaat het eigenlijk niet dat je geen stappen vooruit zet. Ongeacht wat het resultaat op dat punt dan ook mag zijn. Dus wat je zegt, blijf altijd onderzoeken, vraag altijd door. En ja, dan kun je verder. Ja, goed. Hey Dwight, dankjewel voor je bijdrage. Jij bedankt voor de uitnodiging. Ja, graag gedaan. En ik hoop dat we de volgende keer weer op locatie zijn en dat je alsnog je workshop kan komen geven. Volgens mij is het zeker weten. Ja, oké. Okay. Nian, ik zie jou zwaaien. Ja. Er is nog één vraag binnengekomen. Ja. Dwight, nog één vraag. Ja hoor. Dwight, je had het net over kennis opdoen tijdens deze crisis, maar zorg je ervoor dat dit geen potentiële kennis
blijft zonder die kennis direct te kunnen toepassen. Ja, dat is een spannende. Als het zakelijk is, dat is inderdaad een stuk lastig. Ik kan bijvoorbeeld een praktisch voorbeeld geven wat ik zelf toepas. Ik heb echt geen groene vingers en twee linkerhanden. Maar ik ben wel bezig nu om in de tuin een fietsenafstalling te bouwen en een moestuin te starten. Dus ik ga vooral eigenlijk op zoek naar nieuwe kennis die ik wel direct kan praktiseren. En dat is misschien niet altijd zakelijk, maar het geeft mij wel een ontwikkelmomentje. Ik durf ook niet te zeggen of die fietsenstalling blijft staan of dat die moestuin überhaupt groente oplevert. Maar het is wel een manier waarop ik denk dat je ook jezelf kan ontwikkelen. Het hoeft niet altijd zakelijk te zijn. En je moet vooral kansen blijven zien. Aan de ene kant als ondernemer wil je echt wel ondernemen en stappen blijven zien. Maar soms is het ook eventjes goed om daar even vandaan te stappen. Positieve impuls ergens te krijgen. En dat triggert je misschien weer om in die ondernemen. Maar ik ben het met je eens dat als je echt dingen niet direct kan toepassen, dat het lastiger wordt. Tegelijkertijd, hè, online, ik heb net een mailtje toevallig van een bedrijf, €99. Een 10-delige online marketingcursus. Als je online wil zitten, kan je ook online kan je kennis opdoen en je verder ontwikkelen. Dus die kans is er denk ik altijd. Ja.